Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld eens aan een iPad, een device met eindeloze mogelijkheden. Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je met gebruik van de iPad een leuke en leerzame rijmactiviteit kunt doen. De vaardigheid rijmen is belangrijk om te kunnen. Door een speurtocht te maken van audioboodschappen kun je kinderen laten zoeken naar voorwerpen die rijmen op wat jij hebt ingesproken, zodat ze dat op de foto kunnen zetten. Maak de speurtocht door audioboodschappen in te spreken. Boe, staart, hoek. Deel de speurtocht met je leerlingen. Jouw leerlingen luisteren naar de audioboodschappen en zoeken naar voorwerpen die rijmen. De leerlingen maken een foto van iets wat rijmt op wat ze gehoord hebben. Tot ze al jouw taken hebben volbracht, blijven jouw leerlingen de opdrachten stuk voor stuk uitvoeren. Luisteren, zoeken en een foto schieten. Na afloop kun je het ook nog nabespreken. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad bij jou in de klas? Kijk dan even verder op de website van de Rolfgroep.